daar was even wat twijfel over bij Ajax. En zal ook wel op aangedrongen zijn om te sproeien. Dat is in de voorgaande editie hier niet gebeurd. Dat maakt het veld wat stroever. En dat is natuurlijk in het nadeel van ploegen die graag de bal snel willen doen rondgaan. Dat wil VVV natuurlijk ook wel in principe. Maar dat is Ajax meer op het lijf geschreven. De Amsterdammer Danny Post. De andere Amsterdammer is Gerald Promes. In het centrum van de verdediging. Speelde in de jeugd ook nog bij Ajax. Promes inmiddels 34. Oenerstal is daar de doelman. Jansen, Promes dus. En Reuzeler en Koem. En de verdedigers van Ooyen nu op het middenveld. Ik denk vanaf de linkerkant Post en Rutte. Noor Samuelsen, Seuntjens en Grot is dan de man die voor de diepte moet zorgen. En neem maar van mij aan dat ook de Noor Samuelsen op het middenveld te vinden zal zijn. Dat het een soort 4-4-1-1 opstelling gaat worden. Kevin Blom, de scheidsrechter. En Jochem Kamphuis zit in Zeist. Is daar hoofdvar. VVV dus met de jonge Grot in de basis. J. Roy Grot, het was vorige week eigenlijk ook al de bedoeling. Maar toen was hij niet fit genoeg. Taya Figo, Blind, De Ligt, Masraoui. Frenkie de Jong, Schöne en Sieg. En voorin Neres, Huntelaar en Tadić. Geen wijzigingen ten opzichte van de zo prima verlopen wedstrijd tegen Standaard Luik. VVV dat met Reuzeler de bal ver naar voren heeft getrapt in de richting van Seuntjens. Seuntjens en Grot, dat zijn de meest aanvallende mensen. Waarbij Seuntjens gekend bal vast is en ook de bal nu goed door weet te spelen aan de linkerkant. Dat is heel snel uitkappen. Waarbij de eerste grote kans er bijna is. Nou ja, sterker nog, als Taya Fico daar de bal niet weghaalt, kan Grot koppen toeslaan. Goede actie van Samuelsen aan de linkerkant. Het dient gezegd dat De Ligt zich toch wel heel makkelijk laat uitspelen. Ajax niet de beste uitverdediger. De Ligt probeert dat nog te herstellen. Maar er zit Van Ooyen weer goed tussen. Samuelsen, dat is iets te enthousiast. Maar de eerste impulsen, aanvallende impulsen, komen van de thuisclub. Schöne. Doorgelopen is Taya Fico, maar het gaat eerst weer terug. Dat is een aardig paasje tussendoor. Neres, de man die er altijd veel maakt tegen VVV. Laat dat hierna. Dat had voor veel opluchting moeten zorgen. Natuurlijk Tadić aan de baas. Hoewel dat ook veel anderen kunnen zijn. Maar loopactie van Neres. En dan doet hij eigenlijk alles goed. Behalve het meest belangrijke, dat is afwerk. Blind. Neres. Neres, weggestuurd door Tadić. Neres. Voorbij aan Huntelaar. Dat was de belangrijkste kandidaat om die bal dan binnen te werken. Goed gedisciplineerd ook van de verdediging bij VVV om hier van Neres af te blijven. Nou ja, zo'n beetje dan. Voorzitter van Tadić. Huntelaar springt wat vroeg. Het wordt wel een hoekschop. Kwartier gespeeld. De Ligt kopt de bal over. Half metertje. Schöne. Masraoui.
Paas van Ziyech werd onderschept. Grot is de bal ook snel kwijt. En dan is er wat ruimte voor Ajax, voor Tadić met name. En Oenerstal met de goede reflex. Goed meegelopen Tagliafico. De linksachter die daar alleen voor Oenerstal verschijnt. Dit zijn de momenten waarop Ajax met meer ruimte dan te doen gebruikelijk kan toeslaan. En Tadić geeft dan ook een prachtig paasje. En Neres die inderdaad zo aangeeft dat hij niet verder kan. Dat is dan dubbel pech als het hem op dat moment is overkomen. In de achtste minuut al, toen hij die grote kans miste. Tegenvaller, Neres aan de andere kant. Aardige paas van Blind. En dus is er nu uiteindelijk ruimte. Huntelaar op de penalty stip, maar ja. Hier weet Oenerstal wel raad mee. Probeer het zelf, Mazraoui. En eigen initiatief wordt in principe wel gewaardeerd. Geen buitenspel. Ziyech geeft hem precies op tijd terug. Promes schuift dan door naar het midden. Snijdt eigenlijk de weg een beetje af. Ziyech. De Jong en Huntelaar. Nou, uiteindelijk kan Oenerstal dan redden. Veel tijd voor Huntelaar om uit te halen. Ziyech op tijd gegeven. Labiat. En weer wint Oenerstal. Ook de rebound. Groot applaus voor de grote doelman. Die nu al een aantal hachelijke situaties goed heeft opgelost. Prima paas. Weer van Ziyech. En daar moet Labiat meer mee doen. Blind haalt daar de bal weg. Maar hoe ver? Is weg. Is helemaal niet ver. VVV op voorsprong. Bal blijft daar hangen. En met een droge knal, omdat Blind die bal niet goed wegkrijgt, zit denk ik de jonge Noor Samuelsen die uithaalt en VVV op voorsprong zet. Blind. Ja, en zo tamelijk ongehinderd de bal hier kunt controleren. Tagliafico glijdt weg, glibbert weg. VVV op voorsprong, maar Blom is aan het overleggen. Shirtje trekken, de goal wordt afgekeurd. Nou. Let op, Tagliafico, die zou dan... Ja, dat is wel zo, hij wordt aan het shirt getrokken. Ja, eerlijk is eerlijk. Dat is wel zo. En hij raakte door uit balans. Dat is ook zo. Dus blijft het 0-0. Fout was van Nooyen. Nu is er misschien wat extra ruimte. De Jong. Tadić. Het is de eerste poging na rust van Ajax. Wel makkelijk om post heen. Huntelaar. Ziyech en Oenerstal. Die vindt dat soort ballen heerlijk. Van die afstand niet te passeren. Ziyech.
En daar staat Oenerstal aan de grond genageld, maar hoeft hij ook niks te doen. Mooie actie. Hakim Ziyech. Dat scheelt bijzonder waar. Maar wel genoeg. Labiat. Tagliafico. En nu? Oenerstal en van dichtbij wordt hij dan uiteindelijk weggehaald. Benauwd momentje voor VVV. Poging van Masraoui. Hier is het Reuzelen die weghaalt. En dan Masraoui. Tagliafico, daar is Huntelaar. Huntelaar die naar de grond gaat, maar Blom vindt dat niks. Ja, dit is wel een beuk in de rug, hoor. Dit is echt een beuk in de rug van Jansen ten opzichte van Huntelaar. En wat besluit Blom? Hij geeft een strafschop. Hij geeft een strafschop vanwege de beuk van Jans ten opzichte van Huntelaar. Voorrust, VVV, een doelpunt. Afgekeurd, terecht overigens, door de VAR. En nu Tadić, die zorgt voor 0-1. Een enorme opluchting bij alles wat Ajax is. VVV heeft nog anderhalve minuut. En heeft hier ook de kans om gelijk te maken. Maar ja, als je die bal zo raakt, dus eigenlijk niet. Oh, Poku. Dat had nog een happy end voor VVV kunnen worden, Broksman. En dan hier Poku, die de bal goed weghaalt bij De Ligt. Terwijl Onana buiten uw beeld geel krijgt vanwege tijdrek. Beleeft Stijn dit zo. De laatste minuut van de extra tijd loopt. Met De Jong die de bal daar paniekerig uitverdedigt. Bal tot twee keer toe met de hand wordt beroerd. Postzicht nog inschakelt. Van Ooyer komt er nog een schot. De Ligt houdt daar vast. En dan gaat de bal nog naast en geeft Blom een hoekschop. Dan zijn ze bij VVV bijzonder boos over een shirtje trekken. Maar ja, daar kan naar gekeken worden natuurlijk. Tadić wint zich op, Post wint zich op. Terwijl hier ook bij terugkijken niks aan de hand blijkt. Eindigt het in een zeer benauwde 1-0 overwinning voor Ajax door de strafschop van Tadić. U heeft kunnen meekijken met de VAR. Het was een overtreding op Huntelaar. En voor rust scoorde VVV, dacht het. En het was een overtreding. En Stijn gaat ook nog even... Ik wilde zeggen verhaal halen. Maar verstandiger is wat hij doet, een handje schudden. En dus eindigt het hier in Venlo, in de Kool. Waar het nog lang onrustig zal blijven. In 0-1.